3, 2, 1. Yeah! Oh, heerlijk. Ik hou van die variaties erin. Ja. Dus even multi-harmonics. Meestal kan je daar. Misschien moeten we volgende keer het echte harmonics. Dat jij. En ik. Oké. Ja. Maar want meestal kan ik daaruit al aflezen wat de mood van de dag gaat zijn. Als iemand van 3, 2, weet je, het is anders dan 3, 2. Yeah. Of het is een beetje maniakaal natuurlijk, dat kan het ook. Ja, dat kan ook. Maar ja. Daaruit kan ik al meteen opmaken dat jij een goed weekend hebt gehad. Ja, zeker weten. Nou, daarom. Dit was wel een van de beste weekenden van het afgelopen hele jaar. Nee. Op het ijs? Ja, nee, helemaal niet hard. Nee, dat kon niet. Nee, ik stond voor het eerst op Noren. Ah. En als een het wordt, het is niet dat het op mijn 34 jaar dat het allereerst was, maar voor het eerst dat ik echt een lange tocht. Maar was niet van die combinoren, maar van die lage schoentjes? Nou, vreselijke kleine dingetjes. In de eerste 20 minuten stond ik als een soort van zo'n pasgeboren reetje. Ja, precies. Ja. Uiteindelijk ging het oké. En toen was het ook nice. In het begin was het ook, weet je, lag er overal sneeuw en waren er bobbels. Mm-hmm. Dus dat schaatste ook voor geen meter. Nou, toen wilde ik bijna omkeren. En ik ga wel gelijk op de bank zitten bier drinken. Maar lekker man. Nee, het ging lekker daarna. Dus dat was tof. Nou, sterker nog, het was fucking tof. Ik heb echt heel erg genoten van de afgelopen week. De afgelopen week aan zich al. Alle sneeuw en alle de mensen die dan, weet ik veel, nog minder op straat zijn. Het was wat rustiger. Mensen die paniek vind ik gewoon leuk van mensen. Als mensen paniek hebben, dan krijg ik minder paniek. Ja, dat weten we inmiddels. Ja, dat is heel afgelopen raar, jaar is dat wel een beetje gebleken. Ja, nou... Ja, pas sinds de lockdown. Meer zen geworden dan ooit. Ja, ja, precies. Ja. Dat is toch zeker? Nou, daarom moet ik moet denk ik echt... Ik zat dus te bedenken, toen ook de lockdown inging... voor de mensen die heel licht geraakt zijn... zou ik nu gewoon even uitzetten. Voor even je oren dicht. Toen had ik zoiets van... Omdat dus, weet je, mensen zo massa-hysterie... en massa soort van bababa en kut en wat dan ook. Toen had ik zoiets van... Ah, nu voel ik mezelf rustiger worden. Omdat de mensheid neemt nu mijn paniekerige bullshit over. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van... Misschien moet ik naar Afrika verhuizen. Want daar hebben mensen significant minder chill dan ik. Ja. Dus als ik daarheen ga... voel ik me daar chiller. Omdat mensen het zo niet chill hebben daar. Ja, maar dat ze het daar, hè? Dat is een heel continent. Maar ik bedoel, je zegt nu dat ze het niet chill hebben. Maar dat is omdat je het vergelijkt met hier. Maar zij maken er daar ook gewoon het beste van. Dus misschien hebben ze het daar wel hard. Nou, oké, laat ik het anders zeggen. Ik ga niet natuurlijk niet naar een oorlogsgebied. Want dat is echt niet chill. Ja. Maar naar een gebied waar mensen het over het algemeen niet chill hebben. Want dan weet ik dat ik het dus, hè, relatief gezien chiller ga hebben. Ja, dat is een jelle logica. Het gaat weer een kant op dat je denkt van... oh, hij gaat straks iets zeggen waar je helemaal niet trots op kan zijn. Nou ja, dat was dit. Het is ook niet per se iets dat ik trots op ben. Maar het was een conclusie die ik kon trekken naar het feit... dat soort van hoe mensen het kutter gaan vinden in Nederland. Hoe relaxter ik mezelf voel. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, dan moet ik echt aan de rand van een oorlogsgebied... waar mensen het echt kut hebben. Je gaat als een witte missionaris, ga je even daar de gevierde jongen uithangen. Nee, maar niet de gevierde jongen uithangen. Ik ga daar gewoon op de veranda zitten en kijken naar hoe mensen het kutter hebben dan ik. Want daar ben ik blijkbaar, word ik daar relaxter van dan hier in deze westerse maatschappij... waar iedereen het soort van super leuk heeft en super hard gaat. En ik denk van, wat de fuck doe ik hier op deze wereld? Ja, dus precies die instelling hadden slavendrijvers vroeger ook. Nee. Die hadden zoiets die vonden het van, we gaan chill geld maken over mensen. Die zijn van mij. Ik heb die slaaf gekocht. Ja, vieze. Ik ben helemaal geen slavendrijver. Dat je ik ga geen mensen kopen om werk voor mij te laten doen. Nee, maar je geniet er alleen van dat mensen het moeilijker hebben dan je. Ik geniet niet van het feit dat zij het moeilijker hebben. Ja, ja, ik geniet van het feit dat ik het ineens niet moeilijk heb. Dat is echt wat anders, wil ik jullie even vertellen allemaal. Okay. Of naar Zwitser, naar Zwitserland, ook trouwens vet. Of naar Finland, omdat dat gewoon... daar is het constant dit weer. Okay. En dan moet je alles met de auto doen. En dan moet je dikke, grote, warme laarzen aan. Mm-hmm. Een dikke jas en een trui eronder. En een muts en een zonnebril. Dat is mijn ding. Dat is mijn jam. Maar dat is goed zwoegen. Ik haat korte broeken. Zwoegen? Ja. Dat is niet eens zwoegen. Dit is zwoegen. Gewoon de wereld is zwoegen. Maar als ik daar gewoon een beetje in mijn autootje zit en zit te chillen... Ja. Met de verwarming op 20 graden... dat voelt dan een soort van als een luxe. Ja, dat is geweldig, man. Ja, ik inderdaad. Hoe kom ik uit dit gesprek? Ik zal ermee stoppen. Nee, maar ik snap wel... De afgelopen week is voor mij de perfecte wintercombinatie gebleken. Zon... Ja. Schoon gepoetste wegen.
Het is niet de winterkop, de ideale. Dit is, kijk, weet je, Nederlandse winter is over het algemeen, als het al sneeuwt, dan heb je 2 dagen later heb je die slurry en het ligt 2 weken en dan heb je er helemaal niks aan. Ja. Dit was gewoon, het wordt fucking koud, het sneeuwt de eerste 2-3 dagen, dat wordt weggepoetst van de weg, vervolgens blijft het 3 weken liggen op de stoep. En het wordt gewoon fucking mooi weer. Ja. Dus je hebt schone wegen, alles is wit. Keizerswetten. Ja, nou, dat is... Dat is echt, en dat is niks voor anders mij dan het, dat. Het perfecte buiten bierdrink, weet je. Want ik, ja, ik had dit weekend een verjaardag van een van mijn beste vrienden. En denk je van, nou, verjaardag, dat mag helemaal niet. Maar juist doordat het zo chill weer was, konden we het doen met z'n... Op de sloot? Met z'n fucking achter hebben we gewoon over een stuk van 50 vierkante meter gestaan, ja, buiten. Hoe vet, de hele dag in mijn trui, verjaardag dan niks, dat. Geen jas aan, wat dan ook. Op je ijshockey schaatsen, rondjes schaatsen om elkaar heen. Er lag een hele berg sneeuw, fles erin geplant, pats, boom, niks aan de hand. Biertje. Bier wordt ook alleen maar lekkerder, ja, in plaats van dat het, ja, alleen maar warmer en kutter wordt. Daarom. Weet je, het wordt kouder. Ja. Elke slok die je neemt, wordt je bier kouder. Dat je denkt van, nou, wat is dit voor een utopie? Ja. Nee, zeker. Dus dat was echt genieten. Toen kwam een van mijn andere beste maatjes nog met het heugelijke nieuws dat hij en zijn vriendin in verwachting zijn. Nou, dat was mooi. Jezus, en toen ging ze op haar bek en toen braakte zo een baby uit. Ja, maar die kwam in de sneeuw, dus die is licht ingevroren. Die wordt over 50 jaar wordt wakker gemaakt. Ja. Ja, die wordt nu daar uitgebroed door de eenden. Nee, dat was een goed weekend, man. Gewoon lekker weer. Buiten gestaan. Ik heb wel geteld een kwartier geschaatst voordat mijn niet al te goede dure schaatsen, die dus van plastic kwamen, van die clippies afbraken. Tuurlijk. Die clippies braken af, want die hebben natuurlijk warm, koud. Dus die dingen worden zo poreus als maar kan. Ja, zeker. Dus ja. Nee, maar inderdaad, joh, dat koude weer en bier, dat is echt, ik wilde gelijk op wintersport naar Tirol is dicht. Op het moment dat je uit de wind staat, is het ook helemaal niet koud. Ik heb gewoon letterlijk de hele dag in mijn trui gestaan buiten. Het was pas van het weekend werd de wind weer koud, toch? Het was de wind, maar niet het weer. Als je uit de wind staat met de zon op je bek. Het is hetzelfde als in op wintersport. Dan sta je in een trui bij 0 of min 4 graden. En het is gewoon heerlijk. Ja, ja. Ja, dat is heerlijk. Beste shit ooit. Ik heb echt genoten van vorige week. Ik hoop dat dat gevoel me nog lang bijblijft. Ik denk dat het overmorgen weg is, maar... Mm-hmm. Ik hoop. Ja, nou, en inderdaad, iemand zei dat dan moet je een keer een jaar in een oorlogsgebied, dan piep je wel anders. Nou, ergens ben ik daar inderdaad heel benieuwd naar. Niet iets dat ik uitsluit, kan ik je vertellen. Niet iets wat mij leuk lijkt, dus ga jij maar in eentje dan. Lieve mensen, zoals je misschien dit weekend wel hebt gezien, want dit weekend kwam dat item online, ja, waarin we de 10 beste plus de 3 buiten de boot vallende inzendingen voor de LG 34G en 850. Inmiddels ken ik die naam natuurlijk wel. Ja. Krijg geen spijt, win ultrawijd. Inmiddels is daar al een winnaar uit komen rollen. Ja, er is gestemd. Nu denk je van tromgeroffel, hij gaat het nu zeggen. Nee, ik ga het niet nu zeggen. De huishoudelijke mededeling van vandaag is dat we het halverwege deze show gaan zeggen. Oh, dus okay. De eerste van een paar briefjes. Oh. En dan krijgen wij, want wij weten ook de winnaar nog niet. Dan krijgen wij gewoon uitstellen. De insturing die gewonnen heeft, krijgen wij te zien of te horen of te lezen. Weet ik veel hoe ze. Ja, wij weten het ook niet. Dat is cool. En, maar wat grappig dat er nu inderdaad uitgesteld, hoe heet dat ook alweer? Uitgesteld. Nou ja, het is nog vroeg. We kijken misschien ook in. Hou nog even die. Nog niet. Ja, iets met niet inhouden. Niet je climax bereiken. Wacht nog heel even. Gewoon even inhouden. Inhouden. Even pull-out en vasthouden. Ja. En dan doen we het straks. Dan begin ik wel gewoon meteen met de eerste brief. Want het zijn er wel weer een paar, hoor. Ik zie jouw prijsvraag staan. Deze is van Satek. Hallo GameKings. Genieten jullie ook zo van de sneeuw? Lekker game spelen en niemand die je lastig valt. Wat? Snikkel, je moet naar buiten met dit weer. Oh, hier zit een goede wending in deze zin. Ik ben echt nog nooit zoveel buiten geweest in de afgelopen jaar, denk ik, als vorige week. Nee, ik heb ook op mijn balkon gestaan. Gewoon letterlijk gewoon zo. Die pure koude lucht. Om te genieten. Ja, echt waar. Om alleen maar te genieten van inademen alleen al, inderdaad. Ja, ik moet echt naar fucking Finland. Jesus. Mijn vraag... Stottert die man? Huh? Stottert die? Nee, ook een type? Oh. Nee, ik wilde. Hoe vet zou het zijn? Ik was omdat jij dan stopte met praten, want dan luister je ineens heel aandachtig als ik iets raar. Als je iets geks doet, hè, dat is wel waar. Ja, behalve dus dat ik gelijk ging denken van hoe grappig is het als je digitaal stottert. Mijn vraag is: een tijd terug was ik bij familie op bezoek die een PlayStation race stuur had met Formule 1. Ik ben een fanatieke gamer, maar heb sinds Gran Turismo op de PlayStation 1 nooit meer achter zo'n stuur gezeten. Dit komt omdat ik geen fan ben van racegames. En ook F1 kon mij niet boeien. Toch voelde ik me wel chill achter zo'n stuur.
chill als in de woordspeling op de afgelopen week natuurlijk. Dat, daarom staat het ook tussen haar. Pun intended. Nu vind ik GTA wel een toffe game. Poesh, weer een wending. Is het mogelijk om GTA te spelen en in walk mode je controller te gebruiken en op het moment dat je een auto instapt je stuur te gebruiken? Succes verder met jullie content. Ik krijg kijk graag naar jullie als premium gebruiker. Premium baas. Groet Satek. Saté. Volgens mij niet. Nee? Volgens mij ik vind dat een gemiste kans. Er zijn wel games in het verleden geweest die dat hebben gedaan. Want ik heb dat wel eens gedaan. In mijn hoofd. En misschien heb ik dat gedroomd. En dan verzin ik dit gewoon. Ja, dat kan ook. Ergens is dit een vraag om aan Google te stellen. Niet je zou denken dat een stuur ook gewoon wordt gezien als een controller. Ja. Dus weet je, er zitten knopjes dat op. Je het samen naar links kan doen. Is naar links. En het is allemaal altijd relatief gezien. Dus als jij je controle zo'n beetje naar links doet, is hetzelfde als dat je dit doet met je stuur. Ja. Dus misschien dat het wel kan. Nou, en er is vast een onwijze beacon of wisdom in de chat die dit gewoon weet. Je kan wel tussen toetsenbord en controle switchen. Ja, dat sowieso. Ja, maar heeft GTA dan op de PC een of heeft hij het niet over een PC? Heeft hij het ook nog eens over een console? Want dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Hij zei het over. Ik hoorde net. Hij heeft het over PlayStation. Ja, dat PlayStation race stuur. Dus op PlayStation gaat het sowieso niet lukken. Maar op PC kan ik me voorstellen dat je het inderdaad alle twee kan doen. Ja, en inderdaad, het zou als het al kan, of als het niet kan, dan is er vast wel een mod waardoor het wel kan. Dus ik zou in ieder geval naar de PC-versie kijken. En dan checken of even zoeken of dat kan. Want ik heb dat nog nooit gedaan in GTA. Er zijn wel games, bijvoorbeeld, wij speelden van de week Star Citizen. Weet je, dan moet ik ook de hele tijd, oké, mijn toetsenbord, dan vliegstick. Dan mijn stoet, ik kan ook controle vliegstick. Alleen behalve dat met controle vind ik het net niet lekker werken. Maar, nee? Dus er zijn, de gemiddelde game kun je wel gewoon on the fly switchen tussen je controls dingen. Als je hem gewoon ingeplucht hebt. Ja. En dan met Machinel die zegt van het kan wel, maar dan moet je de hele tijd echt wisselen. Dus dan moet je de PlayStation laten weten van nu switchen we over naar het stuur. Nou, dat ga je niet doen. Nee. Dan moet je letterlijk gewoon het ene device uitzetten en de andere aanzetten. Ja. Dus dat wil je niet. Dat is niet heel chill. Nee. Nou. Dus dat zat ik. De volgende is voor jou, Jelle Kunst. Vet. Van Jan. Jan Lelyveld. Dat is een vette achternaam. Hallo GameKings. Eerst wil ik even zeggen dat ik geniet van jullie prachtige content. Ik volg jullie nu al, denk ik, een half jaar. Dat is vet. Ik vind dat zo gruwelijk. Dat is gek, hè? Mensen die dat niet, die ons niet lang kennen. Nee, dat vind ik juist alleen maar leuk. Ja, want denk ik al een half jaar. Dus voor Jan Lelyveld is dit heel lang. Mm-hmm. Maar Jan, we bestaan al. Maar daar kan jij niks aan doen. Nee, dat weet ik. Nee, dat gaat. Maar ik bedoel meer van, er zijn mensen die ons al 15 jaar kijken. Ja. Dat is gek. Dat er zijn mensen die 15 jaar geleden keken en nu er ineens weer achter komen dat we nog leven. Ja, ik vind het zo. Ja, we leven nog, jongens. Zitten wel andere mensen voor de camera over het algemeen? Ja, soms. Ja. Altijd. Anyways, half jaar en ik geniet nog elke dag heel veel van jullie content. Het is toch een lekkere afleiding in deze zware periode. Ah, hij is ons door COVID gaan volgen, denk ik. Dat is vet. Nou ja, nee, dat is niet vet. Maar tof dat je nu... Hij dacht natuurlijk ook, wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Ja, niet naar GameKings kijken. Nou ja, dus wel. Want toen kwam hij ineens half jaar geleden. Twee verschillende dingen, toch? Kwam hij? Hij kwam ineens tijdens de lockdown. Een half jaar geleden kwam hij. Ja. Sick. Ik heb een vraag over videokaarten. Haha. Ik wilde eerst een PlayStation 5 kopen. Dus daarom heb ik mijn PlayStation en mijn TV iets meer dan een half jaar geleden verkocht. Hij heeft ook zijn TV verkocht. En zijn PlayStation 4 dan, denk ik. Dat is een beetje alsof je een huis verkoopt voordat je een nieuwe gekocht hebt. Verkocht? Hij heeft het verkocht, maar ik wilde toch wat anders. Dus daarom ben ik toch voor PC gegaan. Ja. Ik heb sinds kort een 3070. Dat heeft hij dan wel goed voor elkaar. Omdat ik kon niet wachten op de 3080. De berichten werden steeds slechter, dus koos ik eieren voor mijn geld en heb ik toch maar een 3070 gekocht. Ja. En wauw. Wat een krachtige kaart. Ik heb jammer genoeg wel de hoofdprijs voor betaald, maar ik heb er geen spijt van. Nu mijn vraag, als de 3080 weer beschikbaar is, is het dan verstandig om op te upgraden? Ik heb mijn PC daar wel op samengesteld. Ik heb een Ryzen 7 5800X, een Asus ROG Strix B550F Gaming. Mm-hmm. Hij heeft 16 MB aan rammetjes. Nou, prik daar maar wat bij. GB aan rammetjes, inderdaad. En een voeding van 850 watt. En een goede monitor. Ik hoor graag jullie advies. Oké. Dat is vet. En ik zet nog niet zo lang op de PC-wereld.
Dus ik stel mijn vraag aan professionals. Aha. Dat is wel waar. We zijn, ook al denk je dat misschien niet, wel professionals in wat nou ja, we doen. Als jij toch zo'n professional bent, Jelle Kunst, beantwoord jij deze vraag eens even? Dat kan ik. Ik zou dat niet doen. Want je kan nog makkelijk 2,5 jaar alles op ultra of op high draaien met je 3070. Maar als jij naar die specs kijkt, hè, denk je dan dat zijn grafische kaart de bottleneck is van zijn systeem? Dat kan ik je niet vertellen. Zover reikt mijn kennis niet. Nee. Maar ga je met dit precieze systeem, met die 3070, nog makkelijk 2,5, misschien wel 3 jaar, alles lachend genieten van hoe dat eruit ziet? Mm-hmm. Zeer zeker. Dus hoef je te upgraden, ik zou het niet doen. Ik kan je vertellen dat de 3070 is de ultieme 1440p videokaart de komende jaren. Ik denk zelfs al 4 jaar nog. Nou, dat bedoel ik. Maar dan kan je nu ook wel 4K. De winst die je behaalt door over te schakelen naar 3080 is te klein om de prijs te verantwoorden. Precies. Als dus, je hem al hebt. Als je hem nog niet hebt. Daarom. Maar dat is bijna met alles. Weet je, het is een beetje alsof jij een PlayStation 4 Pro hebt en je koopt een nieuwe revisie van de PlayStation 4 Pro omdat hij een stillere minder geluid maakt. Mooi vergelijk. Ja, dat soort dingen. Dus nee, die 3070, ondanks dat je de hoofdprijs voor hebt betaald, dat is jammer, maar dat is nou eenmaal de wereld waar we nu in leven als je nu die kaart wil, is een fucking goede kaart. En daar ga je fucking lang van kunnen genieten. Ja. En gezien de specs is het... Specs. Misschien is je processor wel het sterkste in je PC, maar dat neemt niet weg dat je videokaart ineens ervoor zorgt dat je niet alles op zijn hoogst kan aantikken, omdat de rest veel beter is en de videokaart aan de bottleneck is. Dus het valt super mee. Dus ik denk echt dat het juist... Kijk, je zou denken het is allemaal afgesteld op een 3080, maar dit is ook allemaal prima afgesteld op een 3070. Ja, is niet nodig. Jan Lelyveld. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen de 3080 en de 3070. Ja, die is er. Vooral een nummer. En vooral specs. Op de hogere resolutie. Dus op 4K. Oh. Maar je kan toch ook met die 3070 gewoon 4K gamen? Zeg eens eerlijk, Daan, van de Lelyveld. Ja, niet de komende 4 jaar alles op max en weet ik veel wat. Nee. Maar dat moet... Dat de komende 2,5 jaar wel. Maar als hij nu iets gaat upgraden, hij kan zeggen over 4 jaar kan hij zeggen van nou, ik stap over naar... Over 2 jaar kan hij 40, zeggen... 40-80 precies. Tegen die tijd. Ja, nou, ik denk wel over 50-80. Nee, daarom, dat kan gewoon. Dus ik zou dat is toch totaal logisch om dat te doen. Mm-hmm. Om gewoon over 2 of 3 of 4 jaar inderdaad over te stappen naar dan, wat er dan weer hip is. Maar daarom, de 3070 is gewoon een hele goede fucking 1440p videokaart voor de komende jaren. En dan wanneer je echt zoiets hebt van oké, weet je, ik wil per se 4K gamen en dan, ik vind dat ineens €900 waard, want je gaat niet... Je betaalt wel de premium voor je 3070 videokaart, maar om hem te verkopen, je gaat op een gegeven moment ga je natuurlijk uit die schaarste raken en dan ga je er niet meer ook die premium voor kunnen vangen. Nee. Als je hem verkoopt. Dus dit is ik denk dat het prima zit nu. Ja. Nee, ik denk echt dat je prima zit. Pak je rust. Pak je rust inderdaad. Hoe noem je dat? Dat je gewoon tevreden bent. Be happy. Be happy, be tevreden. En be heel erg in je nopjes met de vette videokaart en je games die je erop kan spelen. Ja. En je monitor en dit en dat. Ja, ja en sommige mensen in de chat vinden de upgrade wel waard. Dat snap ik. Dat zijn waarschijnlijk maar er zijn altijd mensen ondervonden die dat vinden. En er zijn ook altijd mensen die het niet vinden. Dat is het leuke. Maar vooral niet wetende hoe iemand zijn portemonnee er van de binnenkant uitziet... En zwart. Dat hij wel dit wel. Allemaal al heeft. Ik weet het wel. Waarom, dan zou je niet de moeite hoeven doen. Nee. Sowieso. Precies. Wij zeggen het hier. Natuurlijk, er zijn altijd lansen te breken voor de andere wel kant de van onze mening. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Als ik hem nu maar verkoop, wij geven hier nu... Het ding is, die 3070's die zijn nu ineens ook allemaal €800. Wat echt gewoon ongehoord is, want dat hoort een 3080 te kosten. Ja. Nou, dat betekent dat een 3080, als je die al ergens tegenkomt in het wild, dan betaal je er ineens fucking €1100 voor of zo. Nu je 3070 verkopen, dan krijg je dus niet ineens €800 ervoor. Dan krijg nee, je er minder. 7, denk ik, voor 6,50. Ik vind het zo. En dan ineens je inleg moeten verdubbelen. Ja. Om vervolgens die 3080 te krijgen? Nee. Fuck. Voor iets dat over. Misschien zijn. Weet je, misschien. Je weet het niet. Ik denk het niet. Maar stel nou over 3 jaar zijn videokaarten ineens de helft minder. Daarom? Duur. Gewoon omdat het zo is. Omdat de techniek zo is ontwikkeld. Ja. Dat weet je. De specs misschien niet heel erg een spurt hebben gemaakt. Maar de prijs naar beneden. Dat soort shit. Dan heb je voor 500 ineens dan een up-to-date unit. Ja. Sowieso. Nu switchen tijdens deze extreme schaarste. En ik.
Sorry, ik geloof ook niet dat je niet alles op ultra kan zetten met een 3070 op 4K op dit moment. Ik kan me het niet voorstellen. Ja, je zit wel met echt minder VRAM. En met VRAM, virtual RAM, ja. Dat scheelt wel. Het scheelt wel in wat? In wat je allemaal in omhoog kan schuiven. Je hebt heel veel games tegenwoordig, die hebben gewoon een balkje. Ja. En dan staat gewoon van, oké, als je dit nu naar ultra zet, dan schuift die zoveel. Ja, denk je dat die balk vol zit bij een game op dit moment voor een 3080? Dat je alles gewoon helemaal met max ramt en dat er dan iets vol zit? En helemaal, weet je, twee patches later, wanneer het weer geoptimaliseerd is en dat soort shit? Nou ja, ja, bij Cyberpunk. Maar ik weet niet of bij Cyberpunk een balkje ziet. Maar, nee, maar denk je dat die... ga je niet 4K, ultra ray tracing, alles erop en eraan draaien. Nee? Nee, maar op 1440p wel. En nou ja, geloof ja, mij, okay, als jij op tv op een bepaalde afstand zit... Hij heeft een monitor, maar... Nou, op monitor, dat maakt niet uit. Ik bedoel, het ziet er nog steeds net zo mooi uit. Ik heb Cyberpunk op 1440p en op 4K gespeeld. Op mijn monitor... maakt het geen drol uit. Kijk, op een 4K tv, dan ziet het er fucking mooi uit natuurlijk. Dus nee, ik zou je absoluut geen zorgen maken. Nogmaals. Ik wou het zeggen. De volgende is van Sammy. 1990. Sick. Raad jij eens in welk jaar die geboren is? Ik denk 1990. 78. Oké. Beste GameKings. Wat is er met dit Siberische weer? Nou, lekkerder dan thuis zitten en games spelen. Naar buiten spelen. En buiten spelen en bier drinken. Ja. Dat hoor je van de GameKings. Nou, hij komt uit 1990, dus hij zou in de markt zijn voor een biertje. Of je hoeft niet, of je wil niet drinken, dat kan natuurlijk ook. Ja. Niet dat wij dit nu zitten te promoten. Oh, zeker weten. Wel. Zeker weten wel. Ja. Oh, ik had gisteren zelf nog even... hoe heet dat? Bier gebrouwen. Wanneer ging jij bier brouwen? Ik vind jou een bierbrouwer. Nee, ik had gisteren glühwein gemaakt zelf. Oeh. Ook lekker. Ja, dat vind ik dus niet lekker, maar het is wel vet om dingen zelf te maken. Dus dan had ik dat wel weer geproefd, ja. Mm-hmm. Wat heb je dan? Je hebt wijn en dan gooi je daar, wat is het? Ik had wijn en rum? Ik had wijn. Ja, er zijn 100.000 verschillende manieren om te maken. Oké, ja, dat weet ik. Wijn, ik had een beetje bruine suiker, ik had een scheutje port, ik had sinaasappel, citroen. Ja, tuurlijk. Sterrenijs, kruidnagel, kaneel. Geen thee? Nee. Nee, ik weet niet hoor. Ik dacht, in mijn hoofd zit dat erin, maar... Ja. Ja, maar daar hebben we het natuurlijk niet over. Want hij vindt het lekker om thuis te zitten en games te spelen. Dat heb ik dus ook gedaan. En zodoende natuurlijk ook een aantal games uitgespeeld. Zo, dat heb je een aantal games een week. Was je vrij van school of zo? Nou ja, ik weet niet. Misschien ijsvrij of zo. Naar aanleiding van deze, wat vragen. Ik heb vandaag de game Extinction uitgespeeld. Dat is een Attack on Titan rip-off. Waar ik maar één goed ding over kan zeggen... Namelijk, hij nam nog geen 5 gigabyte in op mijn PlayStation. Ah, ik wil zeggen, altijd als ik aan Attack on Titan denk... denk ik gewoon op de een of andere manier aan een soort van hele grote kloten. Ja, kloten die voor je... omdat het een reus soort van naakt door de stad loopt. Dat je het boom. Ding, ja, boom. Dat, ja. Ik vind Attack on Titan zo grappig. Verder was de game ronduit kut. Oké, dat is nice. Een van de aspecten hieraan die mij opviel... was dat het me bijzonder irriteerde... dat de monsters in de game... de gebouwen die jij nodig hebt om snel van A te kapot maken, slopen. Dat gebeurt in de Attack on Titan games in veel mindere mate, waardoor dit goede movement mechanics intact blijven. Weten jullie een voorbeeld van een game die een rip-off is, maar door een aspect van hetgeen wat ze proberen te jatten, het zo dramatisch uitwerken dat het een game dat die game matig tot oké had moeten zijn, maar ineens slecht is? Een goede, hele diepe, hele niche diep, vraag. Maar dan vraag je ook om een heel specifiek voorbeeld. Ja, maar dat soms dan kan je dat... dan heb je het on top of mind en dan flap je dat er zo uit. Maar dit is zo'n specifieke vraag dat er eigenlijk altijd wat research voor nodig is. En waarom doe je er nog geen research voor brief maandag? Ja, Oké. Ik zet de eerste wat ik in mijn hoofd had was Anthem. Het rijden in Cyberpunk vergelijkt met het rijden in GTA. Ja. Dan hebben zij de minimap kleiner gemaakt, waardoor het ineens ronduit kut is om door die wereld heen te rijden. Dat is zeker een goed voorbeeldje. Dat maakt het matig in het rijden. Ja. Ja. Terwijl het rijden zelf niet eens slecht is, maar gewoon je mist elke afslag, waardoor het ineens eigenlijk heel kut is. Mass Effect Andromeda is een leuk voorbeeld. Ja, dat is wel. Het was in alles een mindere Mass Effect. Dus dat is zeker een. Alsnog heb ik er wel plezier mee gehad hoor. Maar mm-hmm. ik
als een van de weinigen in de wereld. Gewoon omdat ik een sci-fi game aan het spelen was. Maar zeker inderdaad minder. Genshin Impact, Immortals, die Breath of the Wild is toch niet echt... Nee, nou ja, het is wel ergens gekopieerd. Toch maar dat is ook zeker niet slecht. Niet zo'n voorbeeld als dit. Wat is nou echt... Ja, ik zat te denken aan Anthem. Dat is niet echt een rip-off van iets. Anthem die... De loot game van Destiny net iets anders maakt, maar op zo'n manier dat het zo kut en generiek voelt. Ja, en ook dus de shooting mechanics en de alles is een bullet sponge en wat dan ook. Kijk, het vliegen in Anthem was echt mokertje vet, maar dat was ook het dat enige. Dat maakte het enige wat het vetter anders, maakte dan anderen. Anders was het echt dat voorbeeld. Als die javelins of wat dan ook er niet zo tof uitzagen in het vliegen, er niet in had gezeten, dan had dat zo'n voorbeeld geweest. Van dit is zo tergend als de voorbeeld. Wat wij nu allemaal noemen zijn niet echt rip-offs. Het zijn gewoon mechanics die ze al dan niet hebben afgekeken van andere games, maar dan op hun eigen manier wilden doen. En hun eigen manier pakte niet heel goed uit. Nee, totaal niet. Fallout 76 is ook niet zo'n voorbeeld. Nou, is ergens wel een goeie. Het is alles wat er goed is aan een Fallout singleplayer game. Wordt eruit gesloopt. Juist erin laten zitten. En dat is dan precies wat er niet werkt voor een multiplayer aspect. Maar ergens is dat ook een goed voorbeeld. Door Fallout 76 verhaalvertelling... Die aan het veranderen is, hoor. Is pijnlijk hard gebleken dat het niet werkt voor die wereld. Precies. Voor een online... Kijk, en op een gegeven moment kwam Wastelanders en werd dat hem enigszins gefixt. Ja. Maar je mist gewoon... leven in die wereld, ook al is het vrij desolaat natuurlijk, maar om dan ineens alles met van die bots en terminals en zo te doen, dat werkt gewoon niet. Het was gewoon, misschien was het ook gewoon, als het niet Fallout was geweest, maar een ander soort game, dat het minder op had gevallen. Ja. Dat het gewoon, kijk, dat ik moet gaan wachten tot jij op de terminal klaar bent, ja, dat is gewoon totaal niet van deze tijd en dat is iets dat in geen enkele game. Maar stel dat geen Fallout geweest, dan had het misschien best tof geweest. Ja. Ik zie hier en daar soms wat vragen over Valheim. Heb je die game al eens gespeeld? Sebastian dropt hem laatst bij ons. Oh, dat was het. Jezus, ja, ik zie heel veel mensen hem spelen. Op Steam wordt hij helemaal stuk gespeeld. Is hij gratis? Het is een fucking €15. Viking survival game. Ja. En het zijn twee dingen die ik super tof vind. Ik wil hem eigenlijk even proberen. Maar de vraag van mij en jullie, want ik heb verder niet echt heel veel van die game gezien of gedaan. Jawel, je hebt het wel gezien. Die strontlelijke graphics. Ja, dus ik vond die graphics niet heel mooi. Shit, maar is het co-op of is het echt singleplayer survival? Dat wil ik weten. Want dan is het meteen lachen om een keertje... Volgens mij kon je het wel samen spelen. Ja. Dat was wel het idee. Anders dan zou Sebastian... Ik heb het gevoel trouwens dat die chat niet geüpdate wordt. Nee, af en toe gaat de chat niet heel snel inderdaad. Klopt dat, mensen? En waarom kunnen jullie dat alsjeblieft fixen? Want we zien nu al heel lang Fallout 76 staan. En dan schiet het inderdaad ineens voorbij. En dan pak jij gewoon even de chat erbij. Dus ook de chat erbij. Anders dan zou Sebastian ook niet zeggen van... Hey jongens, kennen jullie dit al? Laten we het spelen of zo. Ja. En ik hou echt van survival games. Ik vind Vikings niet per se tof, maar ik vind Snail wel cool. Wel. En ik vind, het laatste wat wij hebben gezien is over de Rainbow Six clone. Ja. Iets met Chinese wat Q-Shock zegt. En inmiddels zijn we al een stukje verder. Ja. Ja. Maar ik ga denk ik niet spelen. Maar het zal wel een potentieel game voor 10 man max. Samen. Of op één server. Dat is perfect voor mij. Ja. Dat is perfect. Op één server? Op een eigen server. Vet. Moet je elkaar dan nakken? Of moet je... Moet je elkaar nakken? Nee, dat ik denk dat je ook kan kopen. Dat je het kan kiezen, toch? PvE. Het is PvE. Ja. Dit is onze game. Dit is onze game. Nou ja, nee. Want het, ja, Ik ga David bellen, fuck it. Het is zo lelijk. Je gaat David hebben. Hey David, zullen we even vallen? Hey David, ik weet dat je een singleplayer gamer bent. Maar kun je weer eens even uit die grot van je komen? Ja. Ja, nee, we kunnen het wel even. Laten we het ergens deze week proberen. Gewoon een let's playtje doen. Ja. Een let's play. En als het kan, doen we dus meteen een co-op let's playtje. We hebben hier een goede laptop staan, we hebben hier een goede PC. Doen we gewoon... Ja, maar je bent er niet vrijdag. Hè? Je bent er op de donderdag. Ja, precies. Ik ben er niet donderdag. Ja, we zijn natuurlijk vaak op de andere dag. Ik ben we elkaar vrijdag vrij, dus ik zou al langs kunnen komen. Ja. Als je nog wat geld in je achterzak hebt. Nee, wel bier. Niet in mijn achterzak. Nou, ik kan wel even gezellig komen. Dan zouden we dat eventueel kunnen doen. En anders zou je een vrijdagmiddag livestream moeten doen. En dat ik vanuit huis meespeel. Dat kan ook, ja. Nee, we zijn hier live even redactie aan het doen. Maar we pitchen het zo even bij jij. Ja. Goeie. Even kijken. Oh, wacht, dat was vraag 1 van de 3. Tevens heb ik vandaag Crimson Sky High Road to Revenge uitgespeeld. Sorry. Dit is een toffe arcade vlieggame. Weten jullie nog een leuke arcade dogfight/fight game?
Ik vind Ace Combat vind ik altijd wel cool, behalve dat ik er niet aan begin. Nou ja, de laatste Ace Combat was niet... Is natuurlijk een vlieggame, maar is het een dogfight game? Nee. Ik vond de Squadrons dus een hele leuke dogfight game. Dat zit net nog binnen het domein van arcade genoeg om te zeggen dat het geen... Sim is. Zeker niet. Dus want ik vond het echt, want er zitten simmy-elementen in. Nou, oh, Everspace je... inderdaad. Ja, dat is Everspace, manier. Maar Everspace 2 hebben we natuurlijk laatst een trailer van gezien. Daar wil ik echt heel graag dingen van zien. Ja. Ja, we hebben nu een licht omslachtig, hebben we weer de chat voor ons. Dus ja. Nice. Nee, maar dat zijn sowieso... Die game van Flambeer, ja. Loeftrousers. Maar ja, het is wel een dogfight game, maar misschien niet helemaal wat deze man bedoelt. Maar, en de derde vraag... Die, ik denk dat je heel blij wordt als hij dit zegt. War Thunder? Oh ja, War Thunder en World of Warplanes of zoiets. World of Warplanes? Ja, die bestaat ook wel, toch? Ja. Vast. Ja, ja. Nou. Maar, onze Sammy zegt... Ik heb de Platinum van Ghost Recon Wildlands bemachtigd. Psyched. En ik twijfel nu wat mijn volgende grote open wereld game wordt. AC Odyssey of Watch Dogs 1? Er staat Watch Dogs 1, maar ik denk Watch Dogs Legion. Nee, bedoelt hij echt 1? Heel 1. Duidelijk. Ja, 1. Een game van 10 jaar oud. Nou, dan zou ik sowieso niet en voor Odyssey. Watch Dogs 1 gaan. Odyssey. Is een grote vette open wereld. Lang niet zo vet als Er zijn heel veel mensen die Odyssey heel vet vinden. Ja? Ja. Omdat het zo'n immens grote wereld is. Waar je echt veel kan klauteren en kutten. En een beetje op vakantie kan zijn. Ja. Nee, ik zou een Odyssey gewoon doen. Ja, zeker niet. Gewoon een grote 1. Open wereld wil die. Nou, dan, dat is dat. Dat is dat. Dat is precies dat. Genoeg te doen. Ook al zijn het veel dezelfde dingetjes die je moet doen. Bijvoorbeeld als je dan toch Wildlands, Breakpoint is dan is wel hetzelfde soort gameplay. Is wel lekker schieten. Dus dat is tof. Niet een goede game voor de rest. Voor volgens veel mensen. Maar ik vond het leuk. Far Cry 5. Hetzelfde idee. Dat is natuurlijk gewoon... hele grote open wereld. En daar ben je nu bijna hetzelfde aan het doen als Wildlands, maar dan in first person. Ja. Kan ik je misschien dan meer aanraden als je echt zoveel Wildlands dat je er nu pas klaar mee bent. Ja. Zou ik dat misschien doen? Tja, Odyssey of inderdaad een Breakpoint zou dan misschien wel een grappige... Ja, of dus Far Cry. Allemaal Ubisoft games. Ja, allemaal Ubisoft games. Ja, wat zou je anders moeten noemen? Hoe heet het? Grote open Phoenix, wereld. Ook Ubisoft natuurlijk. Nee, ja, maar dat is niet het. Ja, het is tof, maar dat is niet dezelfde. Dat is niet die. Ja, ergens zit er namelijk ook iets. Er zit iets LARPies in Wildlands. Wat ik heel vet vind, iets serieus. Ja. En dat zit niet in Phoenix. Dat is wel echt een ander soort. Skyrim, nog steeds sowieso. Skyrim. Speel dan ook meteen Oblivion erbij. Ghost of Tsushima. Of is dat is te klein? Ik denk dat, want ik denk als je Ghost Recon Wildlands Platinum hebt gehaald en je dus van die gameplay houdt, precies, dan zit je bij de andere Ubisoft gameplays wel meteen ook goed. Qua, Odyssey, hetzelfde opzet, gewoon een heel andere setting, andere game, maar wel een soort van die grote open wereld opzet. Ja, nou, al die Far Cry games ook, weet je, dat. Ja, ik zit nog te denken dat wat is er nog meer? Zelda. Ja. Moet je wel een Switch hebben. Dus onwijs een grote open wereld waarin je gewoon heel lang bezig bent met stuff. Borderlands? Nah, vind ik andere opzet. Witcher 3? Zou ik... Zeker. Ja, ik kan me wel... Nogmaals, dit is heel erg een beetje militaristisch en wat dan ook. En trouwens Odyssey niet. Dus, dus hij is daar ook geïnteresseerd in. Dus ik denk dat je genoeg tips hebt gehad in beide genres. Ja, en ik kan natuurlijk ook weer Red Dead 2 gaan noemen, maar ik... Vraag me af of dat niet ineens... Nou, wel. Vind ik ook een beetje vergelijkbaar met Wildlands. Gewoon qua dat je ook, weet je, 20 minuten op een paard zit. En slow gaming. Ja, slow gaming. Ik vind het heerlijk. Ja, precies. Ja, zeker. Oké. Horizon Zero Dawn, zegt Jappie. Ja, die vind ik te klein. Die vind ik te compact ook. Bedankt. Net zoals Phoenix. Voor het beantwoorden van mijn vragen. Met vriendelijke groet, Sammy 1990. Ho. Ik zie hier dik gedrukte letters, Jelle. Weet je wat dat betekent? Prijsvraag. Wie gaat er naar huis met LG 34G en 850 ultrawide monitor? Oh, nice. Hier staat, wie gaat er naar huis met de LG 34G en 850 ultrawide monitor naar huis? Ja, hij gaat twee keer naar mee naar huis. Hij gaat er twee keer mee naar huis. Dat betekent dat hij hem twee keer moet komen ophalen. Het winnende filmpje. Oh, nou, spoiler alert. Het winnende filmpje is dus een klaar. Filmpje, ja. Laat dus maar geen zien. Brief. Maar dan moeten we dan moet even de chat weg, want anders dan zien wij het niet. Ja. Laat maar zien, regie. 3, 2, 3, 2, 1. We zien hem in huis. Ah, daar is hij! Ja!
Dat is toch dit is het vetste shot ooit in fucking ingestuurde GameKings geschiedenis. Maar het beeld blijft nu... Nee, niet hangen. Want ik vind dit is slow video. Zo fucking nice. Ja, ik vind het volledig verdiend. Dit was mijn favoriet ook. Ik hoop niet dat mijn stem dat per se beïnvloed heeft. Maar Jeffrey Gommers is dit volgens mij. Maar we hebben er duidelijk bij gezegd. Wij hebben hier geen invloed op. Wat is hier aan de hand? Wat is hier wij mochten onze voorkeur uitspreken. Saviton. Geen invloed op gehad. Ja, nee, maar ik zag namelijk... Ik heb het item ook even in de comments gelezen. Heel veel mensen die waren het rooten voor Lobby de Bassie. Ja. Dus ik denk dat hij dan een goede tweede is geweest. Maar uiteindelijk... Of is dat zo fucking vet? Heeft Lobby de Bassie zijn maten uit de community ingeschakeld? Ah, dat zou goed kunnen. Kunnen jullie even... Kijk nou, popular vote. Ja, ik vind dit zo fucking bruut hoe dit eruit ziet. Ja. Jeffrey, je moet echt... Het ziet er natuurlijk nu al niet meer zo uit. Maar met deze Sony Xperia camera heb ik gehoord. Of een camera, telefoon. Ik zou hier gewoon een minispeelfilmpje opnemen. Ja, geweldig. Met deze shit. En ook, zit daar een stabilizer zelf in? Of had je een kleine rig of zo? Want ook die stabilizer is zo vet. Ja, ik vind dit verdiend. Hier, choppers. Chopperactie. Oh, sound effects ook. Sound effects. Ja, daarom ben ik zo benieuwd wat Jeffrey voor werk doet. Want er zitten sommige dingetjes in waarvan ik denk van... Oké, dit is volledig gewoon een videoprofessional... die dit even een dag in elkaar heeft getrapt. En af en toe dan denk ik aan de ontwerpen te zien... de graphics... dat het wel een hobbyist is. Dus... en dan misschien ook wel bedoeld. Weet je? En af en toe is het soort van... net was het heel mooi breedbeeld. En soms is het in portrait mode. Dus ik vind het heel intrigerend. Ja. Dat is gewoon, maar het is gewoon goed geschreven. Want ook gewoon shots, close-ups met gewoon... Precies, daarom. Two-shot en een totaalshotjes. Ja. En dan dus die grappige spoofs op hoe ze lopen daar. Ja, ik vind het... Dit is echt... Er zit heel veel thought in deze... kijk, hij heeft trouwens vette posters ook van... Kijk, hier dan weer verticaal. Daarom. Het is echt een mysterie. Ja. Maar Jeffrey Blommers, heel erg verdiend. Je krijgt van ons vandaag een mailtje. En in dat mailtje zit een plaatje van de 34G en 85 die je hebt gewonnen. Dus dat plaatje mag je aan de muur hangen. Dat heb je gewonnen. Gefeliciteerd. Dat zou heel sick zijn. Ja? Oh, shit. Oh. Ko zegt, je mag ook credit voor het verticaal filmen, want dat zit ook in de game. Dus dat het gewoon, dat het verticaal... Ah, Jezus Christus. Jeetje, man. Ja. Zullen de Game Kings ooit gevonden? Dit, want dit vind ik dan niet per se weer aansluiten bij. Dus misschien ja, maar dit is wel, dit heeft wel zijn zoontje die, dat die, wel gekozen. Die Japanse letters shit met die glow erachter. Ja, maar daarom. Dus misschien is het gewoon totaal wel helemaal... Is deze man gewoon echt op alles super meta diep gegaan. Ja, terecht is mijn vraag. En de sad faces. En dan wel, dit is eigenlijk breekt dit en dit is de fourth wall. Ineens ben je uit het fictieverhaal. Ja, helemaal niet uit. Nee, fucking bruut. Wij willen de chat ondertussen weer zien. Ja, we zijn wel weer bij Valheim gebleven. Maar even kijken. Geinig gedaan. Super vet gedaan. Ja. Both Goose, die snapt het niet helemaal. Dan ligt het vast wel aan jou. Ja, dat ligt inderdaad aan jou. Lijkt op Carl Pink. Aaron Beuks. Ja, maar het is ook omdat we er natuurlijk nu... Ruben snapt het ook niet. Ja, snap je niet. Jullie willen gewoon allemaal heel graag die fucking monitor. Maar hoezo snap je het niet? Hij is gewoon een stuk... Het is gewoon een game... gewoon Resident Evil aan het verhaal. Snippet. Ja. Gewoon een Resident Evil Zombie Kings-eske... ja, ook nog. Dat was ook een soort van Zombie Kings-esque Game Kings sketch. Nou ja, wat ik zeg, high five. En ik vind het juist gruwelijk. Totaal verdiend. En dus dat mailtje, sturen wij hem een mailtje? Wij sturen hem een mailtje. Met het vervolgprocedure. De vervolg correspondering. Want wij hebben de monitor niet hier staan. Dus die krijg je waarschijnlijk van, van LG. Gefeliciteerd. JJ gaat je hoogst persoonlijk mailen. Zit hij in de chat? Vandaag denk ik. Ja, weet ik niet. We hebben natuurlijk de chat de helft van het tijd. Nee, precies. Dus misschien is het leuk voor die kids ook. Ja, voor iedereen daar in dat huis. En ze kunnen er met vier mensen van genieten. Dus ja. Misschien zelfs wel met vijf als de dame van des huizes ook gamet. Dat kan natuurlijk ook. Nou, sowieso gruwelijk. Dus ja. ik denk dat hij wel bij de juiste terechtkomt. Ondanks of je het vindt dat hij moest winnen of niet, sowieso. Harry Patat zegt, ik schaam me echt kapot om mijn inzending. Hebben we die behandeld ook? Of heeft jij die er niet eens bewust tussen gezet? Dan? Die zal wel iets hebben gezegd. Ik hoop op een sequel, zegt Both Goose. Nooit kans gehad, oké. Ik hoop ook op een sequel. Dit is gewoon de onofficieuze Zombie Kings 4. Tom. Ja, top wou ik zeggen. Tom. Super. Tom. Tom. Ik zat ineens met Tom in mijn hoofd. Van je Valentijnsdag, Tom, gisteren. Wat? Valentijnsdag.
Deze is voor jou. De volgende. Beste, deze is van Jorik de Boer. Beste Gamekick, toch? Daar zijn we toch? Ja. Ja. In de piepshow komen de meeste mensen in de game-industrie er niet zo best vanaf. Daarvoor is het ook. Daarom heet hij ook piep, omdat het een beetje is. Daarom bij deze de vraag. Wie is er voor jullie wel een voorbeeld? Oftewel, wie zien jullie als vaandeldrager en boegbeeld van de game-industrie? Vaandeldrager en boegbeeld van de game-industrie. En dat is dan dus een beetje de industriekant. Ik vind dat Rami een heel goed vertegenwoordiger is voor heel de indie-wereld. Ja. En sowieso veel van de gaming. Maar ook dus wel ja, gaming, gamers, diversiteit, echt van alles en nog wat. Mm-hmm. En hij is natuurlijk ook zeker deel van de industrie, maar hij is ook heel erg een gamer. Ja. Dus ergens maar is... Daarom, dat wil je hebben, dat het boegbeeld ook echt in hart en nieren gewoon een gamer is. Zeker. Maar ergens verdedigt hij dus ook altijd, is hij ook de vaandrager van de gamer. En dat is vaak toch wel wat anders. Ja, ik vind Michel Ancel ergens, daar had ik het laatste ook al over. Ik vind het zo'n sympathieke kerel. Ja, ook al zit hij nu aan een doodlopende weg project te werken. Was hij niet juist gestopt? En is hij nu gewoon sneeuwschepper geworden? Hij zoiets was het. Hij is sneeuwschepper Hij is toch met Wedded bezig? Beyond Good and Evil. Nee, volgens mij was hij gestopt. Zijn. En hij zei gewoon, van, hij zat op een gegeven moment op de porch, zat hij in de sneeuw. Soort van, nou, ik ben ermee gestopt, ik ga gewoon Simple Life leiden. Okay. Dus ergens is hij dat natuurlijk ook niet meer. Ja, ik vind Phil Spencer ook wel. Een aardige ding is. Alleen dat is echt veel te veel nog wel een businessman. En voor mij is dat, ja, kijk, dat is wel dus een industrievaandeldrager. Mm. Voor de industrie. Ja. Ik kan niet haten op Phil Spencer. Kojima? Maar Kojima ruikt net niet. Even iets te graag aan zijn eigen scheetjes. Precies, ja. Dat denk ik ook inderdaad. Ja, wie hebben we nog meer? Gabe Newell? Nee, dit vind ik te veel een recluus. Die is te tegendraads om een vaandeldrager. Kijk, een vaandeldrager is natuurlijk iemand die... Ja, Miyamoto. Gewoon is ook gaming in hart en nieren. Dat is misschien wel een van de betere nog. Ja. Dat is wel echt een vaandeldrager, ja. Ja. Herman Hulst? Maar... Nee. Ja, maar niet. Ook echt een businessman. Ja. Hij heeft zeker wel passie voor gaming. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij dat misschien in andere vakgebieden zou kunnen uitoefenen. Waarbij je bij Miyamoto is een soort van... Hij is Nintendo. Hij is naast de Super Nintendo en de GameCube. Hij is blijdschap gepersonificeerd. Precies. Ja. Ja. Altijd. Ja, altijd. Hij is ook een console. Ja. Shroud. Ja, ik ben niet genoeg in. Nee. Mark Cerny, wie is dat ook weer? Dat is de meneer van PlayStation. De architect builder. Oh, de architect? Nou, ja, hij is toch de ubergeek van PlayStation gewoon eigenlijk? Weet ik niet. Ja, ja. Dat zou goed kunnen als ik hem zie en als ik weet waar die vandaan... Okay, maar... Ja, nee. Ja, Kojima is ook veel te... Kijk, die is veel te veel ook een eigenheimer om een vaandeldrager te zijn. Een vaandeldrager is iemand letterlijk die voorop staat met de grote vlag. En het collectief verdedigt. Kojima staat ergens achterin, soort van heel moeilijk te kijken naar mensen die het niet met hem hebben. Weet je? Dus ja. Hij hoort zeker in de vendette, in de elite, maar niet als vaandeldrager. En, Corey Barlog, niet Balrog. Het is niet de Balrog of Morgoth. De Balrog, vet. Godverdomme, ik heb het laatst weer gekeken. 1 en 2. Paul de Leeuw, nee. David Cage, wie is dat ook alweer? Dat is die chap van die games die geen games zijn. Toch? Mm. Sleeping Dogs. Jason! Hoe heet die ook weer? Pieter Molyneux? Nee, zeg maar nee. Zeg maar nee. Nee. Nee, nee. Nee. Nee, omdat die dingen niet... nee. Die kerel van Ubisoft, ja, hoe heet die? Ja, die kerel van Ubisoft. Ja, die leuke kleine kerel die nu... Vind ik ook een goede vaandeldrager. Maar hij samen met Miyamoto, wat we natuurlijk wel hebben gezien... Met de Wedded was het toch Mario vs. Rabbit stond ze toch met z'n tweeën. Precies, dat was wel dat was wel echt een momentje waarvan ik dacht van... Nou, dit is vet, ik ben heel blij dat ik hierbij ben. Want dit zijn twee hele amicale, toffe gasten... die hier een vreselijk stukje staan te doen... wat ook wel weer spreekt voor het feit... Kijk, dat is het ook het feit dat ze het doen. Ja, maar dat ze het dus niet konden verkopen als zijnde... dat betekent al ergens dat het niet fake was. Ja. Weet je, als ze daar echt een fucking vet stukje hadden gedaan... met elkaar, had je zoiets van... hè, maar dat klopt niet, want ze zijn hier veel te goed in. Precies. En dit was zo
koddig en oenig. Dat je denkt van, maar dit zijn twee hele eerlijke mensen. Ja, gewoon allebei, ze zitten op één level, letterlijk en figuurlijk. Grote, ze hoeft alleen om maar dit, ze hoeft alleen om maar dit te doen. Dat bedoel ik. Die dan shit. Had je de vaandel dragen. Boom, daar, ja, daaruit kwam de vaandeldag. Het is inderdaad fucking, hoe heet die? Giyamoto. Giyamoto, precies, het is Giyamoto. Giyamoto. Yes! We hebben de vaandeldrager bedacht. Het gaat om gaming, dus het is Giyamoto. Dat is de vaandeldrager van de game. Oh, daar was hij nog niet klaar. Oh, sorry. Ja, sorry. Dat was de... Giyamoto. Zo, Giyamoto. Nu hebben we een shirt nodig met Giyamoto erop. Jesus. Terwijl de chat weer failt. We hebben een chat slow dag vandaag. Welcome. Refresh. Ja, precies. Oh, we zijn er weer. We hebben kut internet dan. Ik denk dat er iets is met het internet. Er zitten mensen te veel te leechen. Wat maar is dan, dan hebben ze dus gemist over wie we het hadden. Giyamoto! Giyamoto! Echt? We hebben, nee, we hebben net bedacht, de fucking Giyamoto. Dat die zo, dat ze, hoe heet die shit, Fusion doen. En dat Yves Guillemot en Miyamoto, ik weet niet zijn voornaam. Shigeru. Samen, Shigeru en Miyamoto. Dus Giyamoto is. En dat is de vaandel. Nee, gemist? Nee! Wij zaten hier We zaten hier helemaal. Wij zaten ook te trippen, Richard. Jij, weet je, we verzonnen dat jij deed dit. Toen dacht ik, ja, dat is het. En toen zei jij Giyamoto. Ja. Ja, en, nou, dat was het. Probeer nu voor de derde keer uitleggen, wordt het kut ineens. Ja, nee, jongens, jullie kunnen dit wel terugzien op Brievenmaandag op de website. Het item dan maar. Dus dan zie je hè, de spontane versie. Hij heeft nog een vraag, Jorik de Boer. Die zegt, wat is de meest sneeuwige sneeuwgame / DLC waar je het koud van krijgt? Ik zou zelf Frozen Wilds DLC van Horizon Dawn willen nomineren. Mm-hmm. Nou, ik vond het, ik weet het al, wat mijn maar zeker weten, weet ik mijn antwoord al. No. Maar... ik vind Horizon zeker is leuk. Ik vind toen ik in het begin in Wildlands, nee sorry in Breath of the Wild het zo koud kreeg dat ik een trui aan moest gaan trekken in die game, iets moest zoeken dus überhaupt om aan te doen omdat het te koud was. Toen had ik echt een heel goed gevoel van kou. Ja. Maar Lost Planet is voor mij zeker de koudste snel game. Lost Planet 1. 2 in mindere mate, 3 in geen. Ja, 3, want er was minder sneeuw volgens mij. Ja. Maar nee, ja, 1 was heel. Maar echt koud. Daar kreeg ik het echt koud van. Die was heel goed. Ja, dus, dat zeg je ook. Dat was ook een van die weinige games Steep die met gewoon die dat hij gewoon die adem met die bek zo. Ja, maar daarom. Daar voelde het echt fucking koud. Bevroren metro tunnels en shit. Ja. Metro is trouwens ook een goede en na het snowboard games, maar van snowboard games krijg ik het niet koud. Oh. Heb ik niet zoiets van dit voelt echt guur en dat had ik bij Lost Planet Breath of the Wild wel. Horizon Zero Dawn ook wel. Destiny Beyond lijkt het ook heel goed. De kou, de sneeuwstormen en dergelijke. God of War heeft hele fucking goede stukjes in de sneeuw. Ja, maar daar krijg ik het ook niet per se koud van. Dat was meer de keizerswettern wat we ja, hadden vorige week. Ja, mooi panoramisch shot. Ja, daar krijg ik het niet koud van. Niet guur. Guur. Maar inderdaad, dat was fucking koud. Dus dat was het voor mij. Want het zijn ook wel leveltjes hier en daar in andere games die het heel koud doen. Maar Red Dead. Begin van Red Dead is echt fucking guur. Vroeger door de sneeuw. Ja, maar dat bedoel ik. Dat zijn stukjes. Weet je, je hebt volgens mij ook ergens in Dead Space. De eerste fucking 5 uur van de game is volledig in de sneeuw. Zo'n beetje. Doe dat zo lang? Ja, duurt wel een uurtje. Maar... Ja, gewoon als je het rustig aan doet. De Lich King. Frostpunk is ook een hele goeie inderdaad. Dat voelt ook echt heel erg koud. Omdat die mensen zo aan het zwoegen zijn door de sneeuw. Ja, ja 2 uurtjes. Ja, maar de Daan verdubbelaar ben je vergeten. Hè? Triple the content. Ja. Nee, vet. Leuke vraag vond ik dit. Ik ook nu, jongen. Ben ik Red Dead aan het spelen. En dan zeg ik tegen mezelf van, oké, weet je, dan proberen we er een beetje doorheen te rammen. Want ik heb dit allemaal een keertje gezien. Vervolgens zit ik gewoon al 5 dagen achter elkaar. Op de trein. Heb ik nog 5 dagen achter elkaar heb ik nog geen main mission gedaan. Nee, tuurlijk. Dat kan makkelijk. Ja, het is zo. Ik vind het ook heerlijk. Alright, even kijken. De volgende is van... Zo, dat is een lange. Ja. Ah, ons grote vriend Abdelmohandis. Daar gaan we. Even kijken. Beste GameKings. Ik heb zojuist het laatste stuk ervaren van Yakuza Like a Dragon. Sick. In 1 woord dat ik kan zeggen. Dubbele punt. Wow. Nice. Nadat ik in de eindejaarslijstjes Yakuza hoog zag eindigen bij de Skate and Down, proefde ik ook de interesse om hieraan te beginnen. Nadat ik de laatste cinematic met bijna een traantje heb meegekeken, startte ik de laatste save game op. Ik liep in-game als een hero langs de straten van over de straten van Japan. Langs de rivier waar het hele avontuur begon. Onderweg naar het café om met mijn crew van characters een laatste gesprek te voeren. Een afscheidsfoto te maken en een liedje te zingen. Dude, rustig met de spoilers. Want ik ben spoiler is het nog niet. Echt. Nee, nog niet.
Nee. Zo sloot ik de game af. Nam ik afscheid van deze characters. Nee, en ik besefte me daarna... Tot de volgende keer, bedoelt hij. Hij besefte zich vervolgens. Ik heb zojuist de beste game ooit gemaakt uitgespeeld. Wow! Wat vet. Dat deze dat game brengt alles samen wat ik zo geweldig vind aan het platform gaming. Een ongekend goed verhaal. Plotwendingen, characters waar je je aan gaat hechten, een sympathieke main character, goede uitdagende gameplay en een heerlijke sfeer. Het enige wat ik miste is dat het geen RPG is zoals Mass Effect of The Witcher waren, waarin je een hele game door verschillende wendingen kunt de hele game door verschillende wendingen kunt geven aan het verhaal. Maar goed, ja. Het blijft alsnog briljant. Ja, anders vind je het niet een van de beste games ooit gemaakt natuurlijk. Dit is de eerste Yakuza game die ik heb gespeeld en ik vind het jammer dat er vaak een imago omheen hangt dat het een weirde game zal zijn. Is het ook. Het zit vol met emotionele, brute en chockerende momenten die bij mij zijn gebleven. En ik kan er maar niet over ophouden. Ichiban Kasuga is één van mijn favoriete main characters ooit geworden. Wat bizar. En ik wat hoop vet. Dat we hem snel nog eens terug gaan zien. Dit is gewoon deze hele brief van lofzang. Ja, ja, ja. Hebben erg. Andere Yakuza fans van de redactie, zoals Jelle, de game al gespeeld? En zijn er andere gamekings die interesse hebben in deze briljante verhalende game? Ik denk dat Steven ook zeker interesse heeft. Mm-hmm. Hij staat ook, ik denk, één of twee, als in op punt één of twee in mijn backcatalog. Ja. Dus ja, ik ben hier heel erg geïnteresseerd. Ik twijfel of ik hem ooit zal gaan spelen. Als in gewoon omdat ik niet een notwaar backcatalog wegwerk gamer ben. Daarin zijn wij ook weer hetzelfde. Ja. Ja. Maar helemaal, hoe meer ik dit soort shit hoor, ja, ik wil hem. En sterker nog, ja, ik denk het eigenlijk wel, want ik heb elke Yakuza gespeeld. En ja. Dat is wel zo, omdat ik dus. Ik ben dus op dit moment eigenlijk zo genaaid. Niet op dat moment. Want ik moest toen een andere game van jij spelen. Ik denk dat het fucking Assassin's Creed was. En toen heb jij en Skate hebben hem gedaan. Oh, maar hij staat op de redactieaccount. Nou ja, ik kan hem ook wel vragen aan iemand. Maar, en sterker nog, ik vind het ook niet erg. Maar om het op de Gamekings account te spelen. Spelen we in het Japans, 100%. Ja, tuurlijk. Ja. En ik speel niet denk veel dingen in Japan, kan ik je vertellen. Omdat ik dan de subtitles moet gaan lezen. En normaal dus gewoon alleen maar het Engels hoef te luisteren. En dan kan ik gewoon kijken. Maar kan niet. Het is lastig bij een game als dat. Om de Japanse sfeer en emotie die ze over proberen te brengen. Te voelen als je dat in het Engels... Nou ja, als het niet goed geregisseerd is. Nou ja, het zal vast goed gedaan zijn, daar niet van. Dus maar gewoon de hoe overdreven hard nou ja, Japanners kunnen schreeuwen ja, om bepaalde dingen. Ja, of de hele zware... Ja, precies. Dat is fucking bruut. En juist ook omdat heel veel van die gasten en vrouwen zijn natuurlijk acteurs. En dus je wil ook de stem van de acteur en wat dan ook hebben. Ja. Dus, nee, dat... Ja, ik wil dit inderdaad heel graag nog spelen. En wat ik zeg, ik heb echt alle delen, denk ik, gespeeld. Mm-hmm. Dus ja, is het zonde dat ik dat niet, dat ik deze niet als review. Weet je, dat is het perfecte excuus. Dus als je een review dan oké, dan ga ik hem spelen. Ja, dat sowieso. Ja, ik denk als ik de review niet had gedaan, dan had ik hem ook waarschijnlijk nooit ontdekt. Omdat ik dat geen Yakuza zou spelen. Ben. Dat bedoel ik. Ja. Maar voor mij, qua verhaal, is het ook echt met Red Dead gewoon een van de beste dingen van de laatste jaren. Ja, fucking bruut. Ja, en cool. ik weet ook hierdoor, cool. Hierdoor weer besef ik me van oké, zodra ik Red Dead af heb, oké, dat gaat misschien nog wel even duren. Maar dan ga ik daar gewoon weer mee verder. Ja. Ik zit denk ik op de helft of zo. En dat ga ik gewoon lekker in mijn eigen tijd doen. Ja, over welk spel gaat het? Het gaat over Yakuza Like a Dragon. Ben ik dus heel benieuwd hoe die in het Japans heet eigenlijk. Is Koos eigenlijk er nog mee bezig? Of is die er al gestopt ermee? Ik weet dat hij een keertje aan begonnen was. Ik vind hem niet zo leuk. Hij vindt het niet leuk. Nee, maar ik heb wel vaak het gevoel gehad van... je moet een keer in Japan geweest zijn om wrijf je dat op de neus in? Om het te begrijpen. Nee, ik wrijf het er niet in. Ah. Maar gewoon om gewoon alle elementjes die je op straat ziet en weet ik veel wat, om dat extra te waarderen of zo. Ja. Ik weet niet. Zo goed is die shit niet. Nou ja, want Like a Dragon, dat is altijd de hoofdtitel geweest in het Japans. Ryoga Kotoku. Dus, ja. Dus ik snap niet hoe die game... ik heb het nooit opgezocht hoe die game in het Japans heet. Ga ik straks doen. Want jullie zijn niet snel genoeg. Even kijken. De... Ja, hier. Hierbij mijn twee korte vragen van Tomorrow. Hij zit ook in de chat. Vraag 1. Nu de E3 digitaal wordt uitgezonden dit jaar, denk ik niet dat er meerdere partijen... denk ik zelf dat er meerdere partijen denken, we gaan het zelf wel digitaal doen en we hebben de E3 helemaal niet nodig. Denken jullie dat de E3 ophoudt te bestaan?
De E3 is, wordt steeds minder een evenement, maar meer een gevoel. Ja, goeie. Mooi. Zeg maar, het gevoel zal in ieder geval zal blijven, blijven bestaan dat je mid-juni ja, het grootste gaming... ophoping nou, van dat... nieuws en dingetjes heb aankomen. Ik weet het niet. Of dat na corona... Ik twijfel er steeds meer aan of het na corona nog terugkomt. Ja. En als dat zo is, dan zullen we dat ongeacht of de ESA nu daadwerkelijk de E3, de Electronic Entertainment Expo, organiseert. Ja. Denk ik dat wij het altijd E3 zullen blijven noemen. Tenzij ze precies daar een nieuwe naam voor verzinnen. En niet misschien de ESA, maar nogmaals... De LA Games Week. Ja, de LA Games Week, wat we al jaren zeggen. Maar stel nou dat Microsoft, Sony en nog drie grote zoiets hebben. We doen dit samen wel. We noemen het gewoon de LA Games Week. Ja, ja dan... Dan alsnog denk ik dat we het af en toe gewoon E3 zullen blijven noemen. Gewoon omdat het erin gesleten zit in 20 mm-hmm. jaar. Maar ja, dus ergens heb ik wel het idee dat het misschien ophoudt te bestaan. In de huidige vorm denk ik sowieso, ja. Wat is de huidige vorm? Nou, het feit dat ESA schijnbaar niet heel goed is in het organiseren van dat soort dingen. Nee, het zijn hele oude mensen, weet je. Met ja, bruine pakken en strak getrokken IT New Balances eronder. Ja. Dus nee, dus ze zijn daar ook niet goed. En het zijn fossielen, dus... Maar en het is, weet je, natuurlijk is het ook als fossiel heel moeilijk om je baby los te laten. Dat snap ik. Dus ze zullen het ook zeker nog wel een paar keer proberen na de lockdown of na de COVID. Maar... Ik ben sowieso benieuwd. Dit jaar ga je een E3 krijgen die al geheel ingestoken is vanuit het digitaal perspectief. In plaats van dat ze dat hebben moeten aanpassen. Dus ja, dan hebben ze langer de tijd gehad om te bedenken van oké, hoe gaan we dit digitaal zo mooi of interessant mogelijk maken? Ja. Ja, maar dus ergens hebben die grote partijen er niks meer aan om het... kijk, dat die get-together op de beurs was al steeds minder belangrijk. Het ging steeds meer om die persconferentie eromheen. Ja. Dus de E3 was dan de lijm om die persconferenties bij elkaar te houden. Dus ja, nu de... Nou, je zag al afgelopen jaar dat die lijm was gewoon pritstift. Dat was niks. Precies. Ja. Dat was er bijna niet meer. Het was verdeeld over anderhalve maand ineens. In plaats van over 4 dagen of 5 dagen. Wat voor mij echt sowieso de dood voor de E3 is. Als ze ja, allemaal besluiten van... Daarom, dus dat is er echt eind juni, begin juli, half juni. Daarom, dus nu werd er nog door die E3 was er nog wat pritstift. Ja. En dan is het dus uitgewaterd tot anderhalve maand. Wanneer dat echt niet meer is, ja, dan is er nul reden meer voor elke partij om het überhaupt nog in juni of juli te doen. Dan kunnen ze gewoon denken van, ja, we doen het in september, we doen het in mei, we doen het in januari. Maakt niet meer uit. We verspreiden het in plaats van dat we één large digital event per jaar doen. Ja, en COVID zou zomaar eens de death kunnen zijn van het vetste gaming moment in het jaar. Namelijk dat alles samen gebundeld het nieuws brengt. Het heeft die dood in hogere versnelling gebracht, want en Hisa zegt het ook al, grotere partijen gingen al online voor corona. Weet je, Sony en zo gingen al hun eigen ding doen. Ja, maar ook buiten de E3-periode. Ja, maar weet je, de ene keer is het een week voor of een week na, en de andere keer is het gewoon van, oké, wij doen begin juli. Microsoft-week. Ja, maar dat was vroeger ook. Had je de XO3 en de XO5 in Barcelona en de XO6 in Amsterdam, mm-hmm, weet je, dat soort shit. Dus er waren al grote events van dat soort publishers naast de E3. Ja. En ergens is dat ook is wat anders. Dus op de E3 werd ook vaak naar de retail laten zien. En ook dus een beetje de media. Van dit is wat wij als bedrijf, onze visie. En dit staat op de planning. Ja. En dus daar werden... Maar de dingen voor de media / gamers, die waren dan vaak op hun eigen events. Ja. Dus het was... En dat komt ook door omdat nu met internet is het veel makkelijker om het samen te doen. Maar toen was dat... Het kan wel naast elkaar bestaan. Ja. Dingen voor investors en met je cijfertjes en dit en dat. Net zoals dat je af en toe het publiek die CD Projekt Red... het zijn geen presentaties. Het zijn gewoon letterlijk een guy in een bioscoop die het heeft over de cijfers van de game, van het bedrijf. Ja, ja, dat is doodsaai. Maar dat is vroeger was de helft van de E3 was dat ook. Ja. En nu niet meer. Nou, ik hoop in ieder geval dat ze gewoon een persconferentie week hebben. In plaats van 3 dagen waarin je... En kijk, het is als je er bent, dan is het, en heeft het natuurlijk heel veel waarde om juist ook het haasten van de een naar de andere. En oké, we hebben het net gehaald. Maar dat is GameKings, hè? Dus maar daarom, maar dat heeft niet, bijna dat geen... heeft niet, daar heeft de kijker natuurlijk niks aan. Maar... Wel, onze kijker. Ja, maar gewoon de algemeen... Oké, ik ga de persconferentie vanuit huis live kijken. Niks aan de hand. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het maakt mij het vetst dat ze gewoon elke dag eentje doen. Ja. Dat je gewoon even de hele dag hebt om het te laten bezinken. Je zit niet de hele dag alleen maar voor je laptop of voor je schermpie.
ook een goede. En dan koppel je daar gewoon weer nog een apart evenement aan. Of wat demootjes, dingetjes, weet je wel. Dat soort gekkigheid. Xox die zegt in de chat, vroeger had gaming een bundeling van krachten nodig. Ja. Dat is ook zo. Het is nu natuurlijk nu zo mainstream geworden dat dat niet eens meer nodig is. Ja. Dus ik steeds meer eigenlijk heb ik zoiets van nou, dat ik wel bang ben dat er geen E3 meer komt ooit. Een echte. Als in een gebundelde week waarin alle kijkers op LA of waar dan ook staan. En waarin alle nieuwe, ja, alle games worden gereveeld, alle nieuwtjes worden aangekondigd. Ja. Ik wil gewoon niet dat het gevoel weggaat van een compact ding. Ja, waar het is gewoon het gaming moment van het jaar. Ja, dat alles wat gaming is, wordt op je afgegooid. Ja. En nu krijg je gewoon eens in de week krijg een tomaat voor je bek geslingerd. Ja, of één keer in de maand. Of trailers, wat dan ook. Ja. Je wilt dat het gewoon een beetje compact is. Dat je gewoon de gaming week hebt van het jaar. Die ene week waarin alles wordt aangekondigd. In plaats van dus die hele gefragmenteerde dingetjes. Maar dat is misschien wel waar we heen gaan. Jolito die zegt, Jelle, in de trant van jouw creatieve grenzen verleggen. Is het niet aan jou om een documentaire te maken over GameKings? Maar we vinden onszelf heel tof hoor. Maar is het zo? Ja, ik vind GameKings heel tof. Ik vind mezelf ook wel cool. Ja. Soms ook heel irritant. Hè? Dat kan naast elkaar bestaan. Maar ik vind GameKings heel tof. En ik vind iedereen bij GameKings heel tof. En ik vind het verhaal van GameKings heel tof. Maar een documentaire, wat wil je dan weten? Alles is gedocumenteerd. Bijna alles staat online. Dus alles hebben we, weet je, al een keer verteld over het verleden ook. En dus ja, toch? Ja, precies. Ik zal nooit over mezelf zeggen dat ik mezelf tof vind. Elke vrijdagmiddag is een docu. Ja, dat soort shit. Ja, dat vind ik ergens ook. We hebben al zoveel content dat er al je kan je eigen docu doen om het door gewoon oude staf te kijken. Het ontstaan van GameKings samengevat in 2 uur. Er zijn items over het ontstaan van GameKings. Is al zoveel gedaan, joh. We maken elke 2 jaar wel een keer zo'n soort. Nee, het is dan niet per se. Het is gewoon zo'n discussie. Het is, weet je, dat is de manier waarop mijn content. Het is allemaal verzonnen, want elke 2 jaar maken ze weer een nieuwe. Nou ja, dat is dus grappig. Want bijvoorbeeld Jan Lelieveld, die kijkt maar een half jaar. Dus die is bijvoorbeeld is die. Dus ontstaan daarom maken van we premium. Over een jaar weer een nieuwe. Zodat Jan, de Jans van deze wereld, dus ook kunnen weten hoe dat gebeurd is. Ja. Maar misschien is bijvoorbeeld Jolito nog niet een hele lange kijker. En ja, wat ik zeg, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar in de zomer, of nee, dat was alweer 2 jaar terug, maar ben ik met Boris langs alle plekken geweest waar we GameKings hebben opgenomen. Dat is dat. En dat is niet de documentaire die je gewend bent met alle gelikte shit zoals je op Netflix ziet en mooie shots en belicht en het soort van één interview met beelden daaroverheen. Nee, dat is GameKings. Dus we zitten met een gare telefoon, filmen we shit in de auto en zijn we ook aan het eten en wat dan ook. Het is, weet je, GameKings is ook een hele eigen manier van content maken. Dus dat, volgens mij heeft Tomorrow nog een vraag. Ja, vraag 2. Ik maak me een klein beetje zorgen om God of War Ragnarok. Oh, gaat het wel zo vet worden? Net als het vorige deel. Santa Monica Studio neemt altijd de tijd voor games om iets te maken. Hoe denken jullie erover? Gaat het net zo vet worden als het vorige deel? Nee, niet zo net zo vet. Je hoeft je geen zorgen te maken, het wordt vet. En sowieso zou ik me niet zorgen maken om games, want dat is zonde van je zorgen. Dat sowieso. Van je zorglimiet. Kijk, we weten nu wat God of War is. En die vorige was gewoon van, ze hadden zo'n verandering in die game verwerkt. Dat was ineens van, wow, holy shit. Nu weten we dat het gewoon die opzet gaat zijn. En ik ben heel benieuwd waar ze verhaal technisch heen gaan. Met een waarschijnlijk iets volwassenere Atreus, zal ik hem maar even noemen voor het gemak. Ja. Maar het voelt voor mij nog steeds, ook al hebben ze het niet gezegd, maar het voelt voor mij nog steeds als DLC. Ja, maar net zoals Miles Morales. Ja, het wordt gewoon precies. Dat. Het wordt precies dat. Miles Morales was super tof on its own. Maar het hele fundament staat er al, de gameplay staat er. Je moet gewoon die acteurs moet je gewoon effen. Nog flink wat mocap sessies laten doen voor al die verhaaldingen en al die scènes en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds waarschijnlijk gewoon super tof. Ja, dus je zorgen hoef je hier niet te maken. Nee. Nou, dat waren de brieven. Hoe laat denk je dat het is? Ik denk dat 5 voor. Denk jij dat 5 voor? Ja, dat zeg maar. Zal ik dan zeggen 7 voor? Ja, 2 minuutjes. Oh, het is al 7 over. 7 over? Ja, ja dan zat mijn tijd er wel een beetje naast. Laten we hem dan gewoon lekker afsluiten gelijk, toch? Want we hebben nog wat meer items te doen. Dan is jullie kijktijd ook wat nog niet op. Net zoals je zorgen, die kunnen op of vol zijn. Heb je nog wat MB's over en zo? Ook. MB's over, dat soort stuff. Ja. Komt door die F, ja, dat zou goed kunnen. Dat wij ons tijd... Ja, dat komt door de brainstorm-sessie van Guillermo.
Giyamoto. 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 Het is een soort van Giyamoto. Dat je ineens schakelt van Frans naar, pof, naar Japans. Sick. Dat is echt heel cool. Laten we iemand in de community kan vast wel even een mashup maken van Yves Guillemot en Miyamoto. En dan is dat met een vaandel van gaming. Als jij nu het item kijkt, dan weet je bij deze dat wij een foto hebben gemaakt voor dit item. Want je ziet het op de website staan. Sick. Staan wij zo. En dan weet je nu, of tenminste je wist eigenlijk halverwege dit item al, dat het waar dat vandaan komt. Ja. Ja, zo werkt dat. Hè. We hebben nu dus... nu ineens het idee voor de foto. Ja, en dat foto maken we er dus na. Zo ontstaat dat. Zo ontstaan die domme dingen door de content die we maken. Ja, dat is... Poof. Lieve mensen. En mensen. En al mijn gebroeders en zusters hier op de redactie. Wensen jullie een heel erg fijne week. Het gaat waarschijnlijk heel veel regenen en het wordt snet weer. Dus dit, kijk, vorige week niet, maar dit wordt die game week voor jullie. Ik voel het. Aan mijn water, code rood, binnen blijven, gamen. Ik wou zeggen je bek houden, maar dat doe ik natuurlijk niet. En gewoon proberen het best van te maken en dan zien we jullie snel weer. Ja, laters.